Harm is, die kan het goed uitleggen en Harm kan de aandacht vasthouden. En dat is best wel moeilijk. Ik heb mij best wel verdiept in opties en allerlei mogelijkheden om te beleggen, strategieën. Maar uiteindelijk met alleen een theoriecursus autorijden ben je er nog niet. Je moet het wel doen en dan ga je nat, dan ga je verliezen. En dan is het zo van, oh jeetje, dat gaat me niet lukken. Ik moet een systeem hebben. Nou, als je dat zoekt, dan zit je hiermee goed. Over het algemeen is de beleggingswereld natuurlijk toch een beetje gesloten. De meeste mensen houden hun eigen strategie voor zichzelf. En hij deelt toch alles met ons. De Trading Navigator die geeft je zoveel tools om verder te gaan. Met ondersteuningen van Links of Bink of Wall Street. Waar je hem overheen kunt leggen. Dus daar kan je geen bel aan vallen. Absoluut niet. Ik denk dat je geld oplevert. Ik vind die groene en die rode pijlen fantastisch. Werk ik mee en ja, daar zweer ik ook op. Als ik me daaraan houd, dan... Ja, dan voel ik me veilig in de beslissingen. Anders zou ik denken van, wanneer zou ik er nou in moeten stappen en wanneer moet ik uitstappen? Dat is niet zo makkelijk te bepalen. Nou ja, ik denk, kijk, beleggen dat gaat om data en statistiek. Maar ook wel vertrouwen in diegene die de kennis aandraagt. Te weten hoe ze ermee om moeten gaan. En dat vind ik, dat geeft vertrouwen. Want inderdaad, als je met emotie belegt, dan de kans dat het geld kost is vele malen groter. Omdat je de computer zijn werk laat doen. En in die zin heb ik daar wel vertrouwen in. Hey, dit helpt je echt een systeem te volgen en te begrijpen waarom je het volgt. En dat is de sterke kant hiervan. Je emoties worden uitgeschakeld binnen de trainingsnavigator. En als je op emoties gaat handelen, gaat het sowieso niet goed. En door de emoties uit te schakelen, en dat doet het programma voor je. De Trading Navigator is een heel mooi hulpmiddel om te kijken wanneer moet je kopen en wanneer moet je verkopen. En dat is het moeilijkste in het hele vak. Het is een gigantisch hulpmiddel, maar het is ook ergens moeilijk. Je moet namelijk precies doen wat we hebben afgesproken. Dus een groen pijltje is kopen, een rood pijltje is verkopen. Alleen beleggers zijn eigenwijze mensen en denken altijd dat ze het beter weten. Ik denk dat het vooral een stuk rust geeft. Het mooie aan Harm vind ik dat hij alles onderbouwt met cijfers, statistieken, kansberekeningen. Een aardige man die heel erg gefocust is op dat beleggen, om ook het beleggen over te brengen op de medemens. Maar ik heb je leren kennen als iemand die zeer gedreven is, zeer deskundig is, zeer analytisch, dat vind ik heel prettig. En ook integer.